Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Albasijn, TCD Handel en Asta Casino. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag met in deze editie... Problemen met nieuw kunstgrasveld bij BMT. ZVV Den Haag dit seizoen op het hoogste niveau in de zaalvoetbalcompetitie. En Tom Beugelsdijk voorlopig uit de relatie. BMT heeft er lang op moeten wachten. Maar afgelopen zomer werd er een prachtig nieuw kunstgrasveld aangelegd op het sportpark Eskamp 2. Het veld ligt er nu op het oog prachtig bij. Maar er wordt nog steeds niet op getraind en gevoetbald. Klopt, ja. Het is wel jammer. Jammer genoeg dat we van gemeente Den Haag de kunstgras nog niet vrijgegeven. Het is een tussen aannemer en de gemeente is een discussie over. En daarover weet ik als voorzitter van BMT weinig. Het vervelende in deze zaak is dat voorzitter Colak ook geen idee heeft waar het probleem zit. Eerlijk gezegd geen idee. Het ziet er prachtig uit, ja. Iedereen vreugde van, ja, wanneer gaan we erop? Maar echt het probleem weten we niet. BMT heeft jaren gewacht op dat kunstgrasveld. Nu ligt het er, maar mag het niet gebruikt worden. De teleurstelling is groot. Heel groot, want iedereen is er teleurgesteld. Vanaf 20 augustus eigenlijk mochten we erop, maar sinds dat er problemen is, ja, helaas. Er kwam zelfs even een bericht naar buiten dat het gehele veld er weer uit zou moeten. Maar daar zit voorzitter Colak met zijn club natuurlijk niet op te wachten. Daar zit ik zeker niet te verwachten, nee. Echt niet. Veel clubs uit deze regio gaan ook dit seizoen weer op trainingskamp tijdens de winterperiode. SV Houtwijk, de zaterdagploeg, en zondag eerste klasse GDA gaan naar Gran Canaria. En ook Scheveningen en Velo hebben de intentie om af te reizen naar het Canarische eiland. In Torremolinos verblijven zondag hoofdklasse Westlandia en SVC 08. En de winnaar van het Haaglanden voetbaltoernooi om de Sir Winston Cup, het Haagse Kwik, gaat naar Valencia, evenals HVC 10. RKDO gaat voor de eerste keer op trainingskamp en gaat dit keer naar Calella, ook in Spanje. En gaat ook uw vereniging op trainingskamp, laat het ons weten. Want Haaglanden Voetbal is weer van plan om wat clubs te gaan volgen tijdens hun trainingskamp. Het seizoen is nog maar net begonnen en de KNVB vraagt natuurlijk aandacht voor haar scheidsrechters. Van 3 tot 10 oktober is er weer de week van de scheidsrechter. En dan gaan veel clubs op een bijzondere wijze de scheidsrechters ontvangen. En uiteraard ook hun eigen clubscheidsrechters. De KNVB heeft voor die week weer wat prijzen ter beschikking gesteld. Bijvoorbeeld een stage met een betaald voetbalscheidsrechter of een clinic waarbij je een prachtige headset opkrijgt en wordt begeleid door een scheidsrechter uit het betaalde voetbal. Lijkt dat jou wat om in aanmerking te komen voor een van die prijzen of wellicht om een ander te nomineren, een collega scheidsrechter? Dat kan via weekvandescheidsrechter@knvb.nl. Den Haag is weer vertegenwoordigd op het hoogste niveau in de zaalvoetbalcompetitie. ZVV Den Haag promoveerde namelijk vorig seizoen onder leiding van coach Juri van der Smitten naar de Eredivisie. Is de ploeg klaar voor dat voetbal op het hogere niveau? Dat moet nog blijken, maar ten aanzien van wat we eraan hebben kunnen doen, hebben we er alles aan gedaan. En zijn we zo klaar als we kunnen zijn. Dat. Een nieuw seizoen, ook nog eens in een hogere klasse. Dat vraagt natuurlijk om een gedegen voorbereiding. We zijn eind juli begonnen met de eerste training. We zijn ruim een maand in de voorbereiding bezig met wisselend succes. Wat veel te maken heeft gehad ook met de samenstelling. Nog wat jongens op vakantie, wat jongens geblesseerd. Uiteindelijk een paar hele goede wedstrijden gespeeld in de voorbereiding, maar ook een paar mindere. En dat heeft ons een hoop wijze lessen geleerd. Waar we nu in de komende training mee aan de slag kunnen. Omdat we aankomende vrijdag, volgende week vrijdag, eigenlijk pas onze eerste competitiewedstrijd gaan spelen. Vorig seizoen kon nog even een beroep gedaan worden op Edwin Grunholz, de zaalvoetbalvirtuoos. Die is er nu niet meer bij. Heeft ZVV Den Haag zich nog kunnen versterken?
Ja en nee. We zijn zeker versterkt. We hebben zeker versterkingen aangetrokken. Alleen we zijn ook wat jongens verloren. Dus als ik nu kijk inderdaad naar waar we staan en wat we aan het team hebben staan, dan zijn we zeker sterker geworden. Alleen zijn we de breedte, of zijn minder breed geworden. En dat is eigenlijk op dit niveau iets waar we er nog hard mee aan de slag moeten. Want dat is cruciaal dat we ook in de breedte die kwaliteit kunnen gaan brengen. Den Haag kende jaren geleden goede tijden in de top van het Vaderlandse zaalvoetbal. Nu is ZVV Den Haag terug op dat niveau. Het zaalvoetbal leeft dus weer in de regio. Nou, zeker nu de afgelopen periode, vanaf eigenlijk het einde van de competitie. Waar wij na competitie speelden, is het eigenlijk heel erg druk geweest. Steeds uitverkochte zalen. En dat hopen we nu ook in de competitie door te kunnen gaan trekken. Het is alleen wel zo, de belangen waren toen hoog. Voor iedereen bekend. Een hoop exposure om de ZVV Den Haag heen. En dat moeten we nu ook weer gaan creëren. Dus en door goed voetbal, maar ook door het organisatorisch gewoon heel goed neer te gaan zetten. En in de wijk bekend te gaan raken. Over de doelstelling voor zijn ploeg dit seizoen in de Eredivisie is Van der Smitten helder. De doelstelling is in ieder geval om behoud te spelen. Dat wil zeggen dat we buiten de na-competitie voor degradatie willen blijven dit seizoen. Het is voor de vereniging sowieso heel erg belangrijk om niet één seizoen in de Eredivisie te spelen en dan gelijk weer terug te vallen. Het is van groot belang ook voor de continuïteit, niet alleen van het eerste team, maar vooral van wat we in de vereniging aan het doen zijn. Om de komende jaren een vaste speler te worden in de Eredivisie. Dus dat is de lange termijn doelstelling. En voor nu de eerste doelstelling aankomend jaar is het gewoon echt om behoud te spelen. En te zorgen dat we boven die degradatielijn blijven, maar ook boven de na-competitie uitkomen. ZVV Den Haag zou vrijdag spelen voor de competitie tegen ZVV Volendam. Maar die wedstrijd is uitgesteld wegens het overlijden van de secretaris van Volendam. En dat betekent dat ZVV Den Haag debuut maakt in de zaalvoetbalcompetitie in de Eredivisie volgende week vrijdag. Gaan we door met wat de laatste voetbalnieuws. VUK heeft een nieuwe verenigingsmanager. Op de eerste oproep kwamen nogal wat kandidaten af. In de tweede ronde heeft het bestuur van VUK zich beperkt tot het praten met interne kandidaten. En voor de functie van verenigingsmanager is nu aangesteld Emmy van Drunik. Ze gaat zich vooral bemoeien met het vrijwilligersbeleid en het buurthuis van de toekomst. Overigens blijft Emmy van Drunik wel penningmeester van VUK. ADO Den Haag moet het de komende weken doen zonder Tom Beugelsdijk. Op de training afgelopen dinsdag raakte hij geblesseerd aan de knie. Aanvankelijk werd gevreesd voor een ernstige blessure, maar wat nu blijkt bij nader onderzoek in het ziekenhuis, de knieschijf schijnt even uit de kom te zijn geweest en er is schade aan het kapsel. Naar verluid is Tom Beugelsdijk een week of zes uit de roulatie. Dick Jol, hij zou dit seizoen beginnen als jeugdtrainer bij Quintus, de A-jeugd van Quintus. Maar voordat het seizoen is begonnen zijn partijen alweer uit elkaar. Dick Jol trainde het afgelopen seizoen onder andere bij de clubs Ras en Hoekpolder. Ja, joh, ik heb een nieuwe knie gekregen met de kerst. Tenminste gekregen. En dan krijg je ook nog een beetje gerommel met elkaar. Nou, maar uiteraard vind ik een groot woord. Als we al ja maar zeiden, dan kregen we al een tik voor ons hartjes. Op een gegeven moment gaf hij dan een vinger en dan ben ik zo'n type, die pakt dan een hele hand. Ik denk, we hebben nu een droge thuis. Het praatprogramma over het voetbal in jouw regio is terug. Vanaf vrijdag 18 september, iedere week vanaf 6 uur, Haaglanden voetbal aan tafel. Te zien bij Regio TV Info Thuis. Komende maandag dus de opname voor onze eerste aflevering van Haaglanden voetbal aan tafel bij Sir Winston Leisure. En u bent van harte welkom. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden voetbal vandaag. Dit programma is weer volgende week dinsdag. Dank voor uw aandacht. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sir Winston Casino, Alba Sign, TCD Handel en Asta Casino.